Welkom terug bij de sportcolumn linksbuiten van Sleutelstad. Mijn naam is Martijn Notte, ik ben duo-raadslid van de Partij van de Arbeid Leiden. En we staan hier bij het 5 meibad in Leiden. Achter mij wordt er getraind, want in heel Leiden wordt ontzettend veel gezwommen en getraind voor waterpolo en dus afstandszwemmen. En dat is namelijk omdat er en heel veel breedte sport is, heel veel zwemmers, heel veel waterpolo zijn, maar ook de top van Nederland wordt door Leiden bereikt. Het dames waterpolo team haalde dit jaar de halve finales onder leiding van Tim van der Meer. Speelden ze jammer genoeg maar tot de halve finales, maar wel werden ze eerste van Nederland in de normale competitie. En een week later speelde diezelfde Tim van der Meer mee bij de heren, maakte nog een mooi doelpunt. En ook zij haalden de halve finales tegen Utrecht. Dus de Leidse teams doen mee in de top. Alleen het jammer is dat dit bad komt uit 1979 en ook zwembad De Zijl is eigenlijk wat te klein om topwaterpolo in te spelen. Dus daarom is het belangrijk dat er een nieuw groter bad komt in Leiden waar de topwaterpolo gespeeld kan worden. En het idee is dat dat naast het buitenbad De Vliet gaat komen op het oude veld van GHC. En waar het waterpolenseizoen bijna ten einde is, is het politieke seizoen eigenlijk nu op haar hoogtepunt. Want de komende maand gaan we in de politiek besluiten nemen over wat er moet gebeuren met een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal en een nieuwe ijshal. En het is daardoor dus heel erg belangrijk om al die belangen van die verenigingen en dus ook van het waterpolo heel goed af te wegen. Dus alle sporters mogen naar de gemeenteraad komen om daar hun ideeën nog te lanceren. En uiteindelijk moeten wij als gemeenteraadsleden een besluit gaan nemen over wat wij willen met de sport in Leiden. En ik wil jullie nu voorstellen aan Tim van der Meer, die dus zowel bij de dames als bij de mannen op topniveau actief was. Komend jaar weer gaat spelen bij de heren van het waterpolo. En hij vertelt jullie over zijn team, maar ook waarom het zo belangrijk is dat er zo'n nieuw bad komt in Leiden. Ik ben Tim van der Meer, 2 jaar lang hoofdcoach geweest van ZVL Hawabo. Daarnaast ben ik altijd actief geweest in het eerste herenteam van De Zijl Zwemsport. Afgelopen jaar ook nog een aantal wedstrijden meegespeeld. Martijn vroeg mij om terug te blikken op het afgelopen seizoen. Zeker kijk ik ook even naar 2 seizoenen. Eerste seizoen vorig jaar onder mijn leiding. Daarvoor ben ik 4 jaar assistent geweest van Koen Plasmeijer. Hebben we een enorm goed jaar gedraaid. Zijn we landskampioen geworden. Hebben de Nationale Beker gewonnen en de Supercup. Afgelopen seizoen helaas iets minder resultaat gehaald. We zijn eerste geworden in de reguliere competitie. Maar helaas in de halve finale van de play-offs uitgeschakeld. Daarnaast hebben we ook de halve finale van de beker bereikt. Wel iets om trots op te zijn, maar zeker niet waar we tevreden mee zijn. Martijn vroeg me ook van waarom is het belangrijk dat er een nieuw zwembad komt in Leiden. Dat is voor ons enorm belangrijk, omdat we zeker bij het herenwaterpolo moeten we over een aantal jaar op 30 meter gaan spelen. Zoals jullie zien hier achter in het 5 meibad en in zwembad De Zijl is het zwembad maar 25 meter. Dus als wij op topniveau willen blijven acteren, de heren zijn bij de laatste 4 van Nederland gekomen, de dames doen al jaren mee aan de top, zal er een nieuw zwembad moeten komen. Daarnaast hebben we veel te veel ruimte tekort om hier achter mij ligt de jeugd te trainen. Die zitten ook bij de laatste 4 van Nederland, meisjes onder de 17. En we hebben eigenlijk gewoon ruimte tekort om te trainen. We komen badwater tekort. We moeten uitwijken naar Oegstgeest, naar Voorschoten. Omdat we gewoon niet kunnen trainen. Het is niet handig om goed met z'n allen onze faciliteiten te faciliteren die we nodig hebben. Dus voor ons is een nieuw zwembad echt enorm van belang. Heb jij nog een goed idee voor onze sportcolumn? Stuur dan altijd een mailtje naar sportno71@sleutelstad.nl.